Telesur zal de tarieven voor de vaste breedbandverbinding per 1 augustus aanpassen. De huidige economische omstandigheid dwingt ons te zoeken naar een evenwicht tussen verantwoorde financieel-economische bedrijfsvoering aan de ene kant en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. Een gezonde bedrijfsvoering vereist dus in feite dat wij maatregelen doorvoeren voor beheersing van de kosten. De afhankelijkheid van vreemde valuta voor importen van onder andere netwerkonderdelen en onderhoudskosten aan leveranciers van apparatuur veroorzaakt toenemende kosten tegen de achtergrond van de koersontwikkeling. De huidige vaste breedbandtarieven zijn niet langer kostendekkend. Om onze klanten tegemoet te komen, heeft het bedrijf vanaf februari 2016 tot en met heden een lagere koers gehanteerd dan de vrije marktkoers. Vanwege onze bedrijfseconomische verantwoordelijkheid zijn we echter genoodzaakt onze tarieven voor de vaste breedbandverbinding, particulier en zakelijk, per 1 augustus 2016 aan te passen. Met dien verstande dat het verschil met de vrije marktkoers wordt verkleind. Ondertussen blijven wij waarde voor onze klanten behouden. Klanten in gebieden waar vaste breedbandverbindingen mogelijk zijn, krijgen hun eerste modem kosteloos in bruikleen. En de prijs van een Telesur simkaart is sinds 13 juni 2016 vastgesteld op 20 SRD.